Hoi allemaal, welkom bij deze video. Vandaag ga ik een speciale unboxing doen die wat duurder is dan bijvoorbeeld die van Action. En de Time Painting weet ik niet hoe duur die was. Maar deze is ietsjes duurder. En ik heb hem hier naast me. Dus vergeet niet een blauw duimpje omhoog te doen. Als je nog niet geabonneerd bent, doe dat hier beneden. En als je daar zeg maar, of daar een belletje ziet. Als je daarop klikt, dan kun je... Dan vergeet je nooit de video, dus let's go. Ik heb jullie zeg maar omgedraaid. En nu ga ik deze openmaken. En er zit heel veel van dit in. Heel veel. Nog één. Ik kan niet eens weten al zoveel. Zoveel. En dan zien jullie het niet. Dus ik doe even deze rare blaadje op de kant. Jullie schrijven ook al een beetje weg. Als eerste deze bandje. Dan een kabel. De laatste onderdeel. En dat is de camera. Tadam. Ik heb wel een beetje zweet. Echt mooi. Ik denk dat ik dan denk ik zoiets zal moeten filmen ofzo. Ik weet nog niet hoe, maar we zien het wel. Dus we gaan hem even opstarten en zo. En natuurlijk die dingetjes erin. En volgens mij hoef je hem, is hij niet helemaal leeg, volgens mij. Maar zo. En we hebben het. Zo. Nu staan we een beetje schijf. Ja, ik moet nog... Ik moet nog even kijken en de batterij is bijna leeg. Maar ja, ik zet de telefoon uit. Zo, die heb ik even lekker niet meer nodig. Ja. En ik heb alvast uit het programma gekocht. Of ja, papa heeft natuurlijk geholpen. Op mijn lekkere nieuwe stoeltje. Oh, dat is zo vet. Ja. En een mooi touwtje eraan. Dus ik ga jullie zo meteen of hier onder aan de opleiding ik doen. Dus dan zie ik jullie ja, zo meteen. En ja, ik ben met mijn hand aan het filmen. En ik wilde even zeggen dat het voelt natuurlijk best zwaar. Ik denk als je dat de ene standaard die ik had laten zien is mij. Het voelt nog best wel oké, maar echt, ik vind het echt super leuk. Papa en ik hebben een boekje, ja, papa heeft het boekje, zeg maar, een beetje gelezen hoe het moet. En wat dingetjes, twee dingetjes gedaan of zo of iets. Dus dat hebben we allemaal gedaan. Ja, het is niet wel wennen, maar het is wel beter. En sorry als we een beetje, ja, het is nog wel een beetje zwaar. Maar ik moet er gewoon nog een beetje aan wennen en zo. Dus ik hoop dat het leuke beelden zou kunnen maken. En ja, dat jullie wat meer mij kunnen zien dan ja, andere dingetjes. Mooi deur met allemaal stickertjes. Mooi raampie. Dus ik ga dus deze stukje, zeg maar, bewerken. Dus ik zou zeggen, nou echt, ik vond het super leuk om dit te doen. En dit was mijn verjaardagscadeau die ik mocht, zeg maar, verkopen of zo. Dat het niet zo zwaar is voor mij. Nog een beetje. Ik denk gewoon met de standaard, maar of gewoon zo, want zo ziet het er ook wel mooi uit. Maar dat weet ik nog niet. Dus nou, morgen of overmorgen of wanneer dan ook, ga ik een stukje filmen van, hoe heet dat? Wat ik heb gekregen voor mijn verjaardag. Dit heb ik... Ja, een soort van gekregen. Dus ja, de deur ervoor om dat te bestellen. En we hadden nog op het kaartje moeten wachten. En vandaag hebben we naar de bioscoop geweest. Milkshake net gedronken. Super lekker. Zou ik echt aanraden met nou, ander soort vanille ijs. Maar dan in zo'n ja, klein rond blikje. Of ja, niet echt een blikje, maar een bakje. Deze is echt lekker. We hebben aan ze gekeken. Dus echt toppie.
We hebben vandaag al met z'n viertjes geluncht. Echt super lekker. Ik had van Arendje club sandwich met frietjes. De frietjes waren super lekker. Dus echt bij het Herenhuis. Ja, bij het Herenhuis was maar. Zo heet hij. En ik kleur het een beetje bij mijn. Hoe heet het? Een beetje bij mijn. Dat maak ik nu. Kleur een beetje zo. Dus ik vind het wel raar om nu zo te gaan filmen. Maar ik hoop nu dat ik, als ik deze stukje zeg maar kan. Zonder hulp in de laptop zou kunnen stoppen. Het zou heel fijn zijn. Dus ik moet nog veel bekijken hoe en zo. Maar nu staat hij zeg maar op filmstand. We hebben al twee foto's gemaakt. Eentje van mij en eentje van gewoon leuke foto's gemaakt. Dus ik zie jullie een ander keertje. Ik hoop snel. Dus doei!